Ik ben Alex Mols, ik ben 22 jaar en ik studeer aardwetenschappen. Ik ben Nicole van Meulen, 24 jaar en ik studeer arbeid- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Utrecht. Ik ben Frank de Vries, ik ben 21 jaar en ik studeer sociale geografie. Ik leen 200 euro bij bovenop mijn normale studiebeurs. Ik leen maximaal bij en dat is ongeveer 800 euro in de maand. Bovenop mijn studiefinanciering leen ik 500 euro per maand bij. De gemiddelde studieschuld is sinds 2004 met 5000 euro gestegen naar ruim 13.000 euro. En lang niet altijd wordt de lening gebruikt voor de studie. Jaarclubvakanties, skivakanties, dan dat soort dingetjes. Naast dat ik gewoon mijn studiekosten wil kunnen betalen... Vind ik het ook belangrijk om wat geld over te houden voor leuke dingen. Studententijd wordt er altijd gezegd dat dat de mooiste tijd is van je leven. En dat je er eigenlijk alles uit moet halen wat erin zit. En met zo'n lening kun je dat, is er gewoon een mogelijkheid om dat te doen. De reden voor mij om maximaal bij te lenen is omdat ik anders gewoon niet rondkom elke maand. Studentenlening is gewoon om ervoor te zorgen dat jij, zeg maar, je studententijd doorkomt qua boeken en qua studiekosten en dat soort dingen. En niet om op vakantie te gaan. Enig idee hoeveel schuld je zo meteen hebt als je klaar bent met je studie? Op dit moment niet precies. Ik kijk er eigenlijk niet veel naar. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, het NIBUD, vindt dat er te makkelijk wordt geleend. We zien dat bijna de helft van de studenten leent en een kwart daarvan leent om relaxed te kunnen studeren. We vinden dat niet in alle gevallen even verstandig, omdat dat toch een grote schuld wordt opgebouwd. En dat hebben studenten niet altijd door. Nou ja, die megaschuld is nog wel te overzien als je het even 15 jaar mag afbetalen. Dus ja. Moet je wel een goede baan krijgen. Ja, maar daar ga ik ook wel voor.